Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. PSV en Dest denderen richting de platte kar. Feyenoord verslaat angst, Gegner trainer. En FC Twente verslikt zich in Amsterdamse bestuurscrisis. Verder is De Meijer Mobiel goed door de APK-keuring gekomen. Neemt eigenzinnige club afscheid van eigenzinnige trainer. En doet Kenzo Goudmijn zijn naam eer aan. Maandagavond met z'n vieren. De hoogste tijd voor een nieuwe aflevering van de derde helft. Ik ben er klaar mee. Ik hou me op niet meer. Van een cavia, daar kan je niet een leeuw van maken, weet je wel. Gebruik je verstand, godverdomme. Goedenavond, kijkers van de YouTube livestream. En hallo, luisteraars van de podcast. Ik ben Gijs en welkom terug weer een gloednieuwe aflevering van de derde helft. Nog altijd de Eredivisie podcast, waarin we de gehele speelronde nabeschouwen. Dat betekent alle 9 wedstrijden en zo'n beetje alle 18 teams door de ogen van een stelletje amateurs. Normaal gesproken vergezeld door een professional, maar vandaag 4 amateurs. Want we zijn met, zoals sommige mensen noemen, de grote 4. Hallo, Tim, Snijboon en Pepijn. Hallo, Gijs. Hey. Hallo, jongens. Ik wilde vragen hoe het gaat, maar we hebben voor onszelf een Comtiscoop ingestuurd gekregen. Volgens mij. Comtiscoop! Dus laten we daarbij beginnen. Hij komt van Rini Cantini. Die vraagt, welke rol zouden jullie voor jezelf zien als jullie een club zouden runnen? Dus ik denk mij in een club. Ja. Ik denk mij in ieder geval 4 vakante posities. Mm-hmm. Ik denk zo'n subtopper. Bovenkant middenmoot. Ja. Ja. Nou ja, Gijs, wie begint? Ik zou de beurt aan jou willen geven, want ik neem aan dat jij CEO, speler, trainer, fysiotherapeut, kok bent. Nee, ik Johnny wil... Sins. Ik wil dus niet te veel verantwoordelijkheid, maar ik wil jullie wel controleren. Dus RVC-lid. Ja, leuk. Toch? Ja. Prima, akkoord. Mooi. Maar wel als enige dan, hè? We hebben 1 lid in de RVC. Ja, zeker. Veto. Snijboon. Ja, ik had mezelf als assistent trainer eigenlijk met dezelfde reden dat ik niet te veel verantwoordelijkheden wil. Ja. Ja, ik zie ook assistent. Ik zie jou zo zitten met zo'n Remarkable. Ik zou denk ik wel een beetje zo die data analyst, ja, ja, zeker. Want ik had jou eerst ook als assistent, maar dan had ik zelfs achtergezet John de Wolf. Ja, ik had het bijna ook als assistent. Ja. Oh ja? Ja. Ik had mezelf als cultuurbewaarder. Dus ja, dat je wel betaald krijgt. Ja, maar die krijgen gewoon betaald. Die horen wel bij de club. Je had op een gegeven moment die het museum van Ajax beheerde. Sjaak Zwart staat op de loonlijst bij Ajax. Dat die een beetje met die jonge jongens het Ajax-gevoel overbrengt. Als ik wist dat het museum beheren een functie was, zou ik mezelf die wel gegeven. Ik had bij Pepijn dus verhuurspelervolger, weet je wel? Dus als je spelers die verhuurt... Ik had hem ook uiteindelijk even van scout. Maar gewoon lange regio's. Maar dan wil ik ze wel allemaal aan NAC verhuren. Dan hoef ik niet te ver, niet de hele dag op pad. Ja, ik had ook mezelf assistent. Maar dat kan wel. Nee, Gijs, jij bent teammanager. Vluchten regelen, de wassen, dingen. Ja. Alles regelen. Ja. Spelers ontvangen, goeie. Huizen fixen voor iedereen. Ja. Classic, Gijs. Leuk. Ja, een thema dat ik technisch directeur ben tussen haakjes Overmars. Ja. Ja. Nou goed, had ik ook. Als er een club interesse heeft, we horen het graag. Tim, heb je ook nog koning van de derde helft? Ja, natuurlijk, Gijs. Er doet weer iemand gooi naar de 250 op Bartegoed. En dit keer is het... Er staan allemaal dingen op het spel. Ja, natuurlijk staan er allemaal dingen op het spel. Dus blijf vooral insturen voor 250 Robart. Goed, dit is iemand uit Voorholte 7. Ons prachtige Voorholte 7 maakte zich thuis vol verwachting. Zo heet die stad op. Niet, hè? Ja. Wat? Voorholte 7-6 is het. Zo heet die club toch? Hij heet Voorholte 7. Is het de club Voorholte en dan het 7e elftal? Ja. Ja, oké. Okay. Okay, ja, nee, duidelijk dan. Oké, okay, ja, ons prachtige Voorholte 7 maakte zich weken vol verwachting op voor de thuiszet tegen Lucht Dunham. Dit deden wij omdat er in dat team een heuse VIP speelt. Oud-international en Ajax en Feyenoord-speler, ... De verwachting was dan ook groot toen na rust, ... klaar stond om in te vallen. Na een zekere 3 minuten spelen in de tweede helft kregen wij een penalty. Iets waar de oud-Eredivisie-speler niet echt op zat te wachten. Na meermaals boos te worden op de scheidsrechter kreeg ... zijn eerste gele kaart. Iets waar de scheidsrechter echter wellicht meteen spijt van kreeg. De stoppen sloegen letterlijk door bij ... Letterlijk. Meerdere verwijzingen gingen naar het hoofd van de scheids. ... viel de scheids zelfs aan en duwde hem meerdere malen. Toen de speler uiteindelijk tot overmaat van ramp de bal oppakte en hem over de kantine naar de auto schoot, kreeg hij zijn tweede gele kaart en kon hij vertrekken. Uiteraard deed hij dit niet meteen en dreigde het hele team van Lucht Dunham van het veld af te stappen.
Uiteindelijk stapte puntje het veld af en gaf netjes na afloop van de wedstrijd zijn excuses aan de scheidsrechter. Wellicht een goed idee om dit anoniem te vertellen, dus zonder naam. Puur omdat we liever niet opnieuw een boze Tim de Klerk mee willen maken. Heel leuk. Ja. Oh, wat goed, hè? Ik had Garis Theas in mijn hoofd de hele tijd. Dus ja, ik dacht, Peter van Vossen. Ja, daar zat ik ook aan te denken. En Tim de Klerk. Jij zit bijna altijd aan Peter van Vossen te denken. Vaak wel. Ja. Vooral als ik zwetend wakker word s'nachts. Heel leuk. Goed. Hij maakt een kans op 250 euro. Meer kunnen we nog niet zeggen. Nee, minder. Hij maakt kans. Nee. Pepijn, je was er vorige week niet. Die zijn we vergeten. Leuk bruggetje van Peter van Vossen. Want hij was getuige van het faillissement van RBC. Toen was hij trainer van RBC. Maar RBC is terug in de landelijke competitie. En dat zijn jullie vergeten vorige week te benoemen. Nou is dat niet erg, want ze zijn gisteren pas gehuldigd in eigen stadion. Daar wilde ik op wachten. Nou, bij deze. Dus RBC keert terug nu in de vierde divisie van het amateurvoetbal. Maar ze zijn in de vijfde klasse begonnen een aantal jaar geleden. Dus nou, de weg omhoog is serieus ingezet. Dus. Speelt daar iemand nog die wij kennen nu? Of niet? Perry Bierkens? Nee. Dit klinkt als een verzonnen naam. Nee, de aanvoerder. Maar het doet mij toch heel veel deugd. Heel leuk. Het is toch echt mijn club. Nog altijd. Hoe ver woon je daar vandaan? Als in, hoe hoog moet je komen voordat je gewoon een seizoenskaart neemt? Want je bent ooit begonnen met seizoenskaart bij RBC gewoon, toch? Ja. Maar een half uurtje rijden. Ja, dat kan makkelijk. Ja, dat kan wel. Maar ja, hè? Okay, nog, nee. Elk weekend met Sammy gewoon lekker daarheen? Volgend jaar zeg ik 5 keer kijken en dan daarna over een kaartje nadenken. Leuk. Ja. Snijboon? Ja. Hallo. Ja, hartig woordje met Tim spreken. Het is weer? Het is tijd voor een update van het Eredivisie Erfgoed elftal. Oh. Ik kan met trots vertellen dat Pepijn drie spelers heeft aangedragen. Twee. Gijs, jij drie. Ik met de komst van Melvin Platje in ons elftal zit ik op 4. Er zijn nog 2 posities in te vullen. Ja. Niks buiten. De snelle rekenaars onder ons weten dan wel op hoeveel spelers Tim nu zit. 0. Ja, ik vind het niet erg. Nou, hij is alleen hij is RVC-lid, hè? Ze hebben geen scout. Precies. Nee. Maar jullie zitten met jullie geweten dichter bij de gewone man. Dus dat is prima. Ik ben een beetje de brug tussen de gewone man en Tim. Nee, en Snijboom ben jij. Ja. Nee, maar er zijn nog 2 posities. Ja. Gijs, heb jij het elftal voor of niet? Nee. Okay. Melvin Platje is in ieder geval als laatst verkozen. Ja. De aanvallende middenvelder was Johan Cruijff. Met daarachter het blok Hans Kraaij junior en Willem van Hanegem. Royce Drenthe linksback, centraal. Ja. Pabudouka en Pothuis. Ja, daar kom je ook niet voorbij. Theo Lucius op rechtsback. En goal Heinz Stuy. Dus dat is een heel leuk elftal. Daar komen nog 2 spelers bij. En Tim, in ieder geval even het vertrouwen meten. Ben je bij die laatste 2 spelers dichter naar de gewone man? De spits wordt van Tim. Ben je dichter naar Henk en Ingrid toe gegaan? Ja, ik denk het. Ja. Ja? Okay, dus er komt nog een speler van Tim bij. Elke donderdag is dat te horen. Uitstekend. Gewoon in de feed waar je nu ook zit te luisteren. Hoe makkelijk is dat? Moet je wel even abonneren. Ja, zeker. Ja. Doe maar wel, ja. Dankjewel. En naar pom.community gaan, hè? Ja. Gaan we naar het voetbal. We beginnen zoals altijd de koploper. En zoals altijd is dat PSV. Die speelde thuis tegen Vitesse. De aanstaand kampioen tegen de aanstaand degradant leek op voorhand geen eerlijke strijd. Op achterhand was het ook het geval. Luc de Jong bestormt de top van de Eredivisie doelpuntenmakers aller tijden. Terwijl een van de oudste Eredivisieclubs aller tijden moet vrezen voor het voortbestaan. Het werd 6-0. Pepijn, wat is het tegenovergestelde van een platte kar? We hebben het hier heel vaak over de platte kar van PSV gehad. Maar wat is... Wat moet Vitesse wil je eigenlijk vragen? Ja, de platte kar is natuurlijk om iemand te eren. Om te vieren. Dus het tegenovergestelde is iemand te generen of te vernederen. Ja, ik zat te denken misschien aan zo'n wat IS op een gegeven moment deed. Zo van die hokken of wat is dat? Van die kluizen mensen. Gewoon voor die soort hondenhokken voor mensen. Of hondenhokken voor mensen en dan door de straten heen. Dat of een helemaal zwarte bus met geblindeerde ramen. Dus wat jij eigenlijk zegt, is het enige wat dit seizoen van Vitesse mist, is dat ze aan het eind van het seizoen door IS worden onthaald. Nee, maar ik... Dan meende die niet. Nee, snijden was toch een geintje. Ik zie een platte kar voor me, maar dan eentje die de hele tijd hobbelt over stenen met een wiel wat maar half doet. Steeds iemand eraf valt. Ja, een plank die helemaal los zit en zo. Alleen die sturing, die zo'n squathouding, zo daar nog steeds zo. Ja, die beweegt helemaal niet zo. Zo'n gimbal in sturing. Oh, maar ik heb wel echt het moment. Het begint echt te worden. Sturing heeft het nu ook zelf aangegeven. Van, we hoeven helemaal geen rekening meer te houden met handhaving.
Maar is dat nou, vinden we dat realistisch? Of is dat nou, ik vind het namelijk best raar. Nou, hij zat er zelf ook nog wat tussenin. Want hij zei dan, ja, eigenlijk is het nu wel gedaan. Ja, ik weet, het kan nog. Weet je wel, dus hij viel de hele tijd een soort van heel Pavlov-achtig wel terug op zijn mediatraining. Maar je zag, maar je zag gewoon die pijn heel tijd in die ogen, die trok dan even weg. En dan zei hij, ja, we kunnen nog wat afpunten aan. En dan, nee, maar eigenlijk kan het helemaal niet meer. Het is een beetje shellshock. Ken je dat? Dat is van soldaten uit de oorlog hebben dat soms. Die zijn dan zo soort van door al dat, alle granaten en al het licht en de flitsen en zo. Dan is het soort van dat idee van als je met aankijkt van het licht brandt wel, maar er is niemand thuis. Dat heeft Sturing ook een beetje. Gewoon, er leeft nog wel iemand, maar wel heel ver weg achter in zijn hoofd. Ja. Maar we hebben natuurlijk veel grappen gemaakt over Vitesse de afgelopen jaren. Goeie dus grappen het, ook. Zeker goede grappen. Ja. Met de grappen was niks mis. Nee, maar dat was altijd nog wel met in de gedachte. Hetzelfde als dat je grap over Ajax maakt. Dat je denkt, het komt altijd wel weer goed met zo'n club. Dus je kan er nu grap over maken zolang het duurt. Maar nu het daadwerkelijk echt begint te worden, dat het niet alleen over een degradatie gaat, maar gewoon echt over het faillissement dat die club blijft bestaan, vind ik het toch ongepast bijna om daar grap over te maken. Omdat ik het gewoon wel ook jammer vind voor voetbal minnend Nederland, of voetbal minnend Arnhem voornamelijk. Maar je kijkt naar Tim en die heeft de zin om een keiharde grap te maken. Nee, maar het faillissement hangt van 19 miljoen euro aan elkaar, heb ik mij laten vertellen. Dat klinkt niet zo heel veel in hedendaags voetballerij. Wat kunnen we doen? Wat kunnen wij nou doen? Snijboom, misschien bij jou als penningmeester. Wat kunnen wij nou doen om die 19 miljoen bij elkaar te krijgen? Wij niks, maar ze moeten even bellen met de Nigeriaan Emmanuel Nmude Odinigwe. Die heeft namelijk ooit een niet bestaand vliegveld voor 242 miljoen dollar aan een Braziliaanse bank verkocht. Oh, ik dacht dat het de Nigeriaanse prins was, die mij altijd mailt. Ja, ja, als je mij 10.000 overmaakt, krijg je een ton terug. Nou, dat een beetje, dat idee. Maar die heeft dus ooit een Braziliaanse bank, helemaal met een presentatie en foto's en schetsen overgehaald, om dus 242 miljoen te investeren in een nieuw te bouwen of bestaand vliegveld wat ze over konden nemen als investering, die bank. Daar zijn ze dus vol ingetrapt. En pas toen de Spaanse bank Santander daar onderzoek naar ging doen, bleek dat dus dat hele vliegveld niet bestond. Dus als Vitesse nou ook zoiets bedenkt, de Gelredoom, maar dan nog één of zo, of die spelers heel erg overwaarderen, ze moeten gewoon iemand de boel belazeren. Ja, dat is eigenlijk de enige oplossing. Nee, maar die 19 miljoen is volgens mij wel om, zeg maar, op korte termijn in leven te blijven. Nou, ik heb het bij RBC ook meegemaakt met dat faillissement. Dat is altijd het begin met een bedrag en uiteindelijk de daadwerkelijke schuldenlast. En als alle lijken uit de kast zijn gekomen, is veel groter. Dus ik denk dat op dit moment het probleem is dat niemand zich aan wil branden, behalve hele foute, loesje figuren waar je nu nog helemaal niet realistisch over na kan denken. Hebben jullie wel eens nagedacht over Davy Prupper de laatste tijd? Veel. Ik tot nu heel weinig. Ja, dus dat hij was toch gestopt met voetballen. Ja. Weet je, toen kwam hij weer terug. Hij is nu teruggekomen. Kruisband gescheurd had hij, geloof ik. Ja. En nu degradeer met Vitesse. Zo echt. Hij had echt. Ja. Dus het is nog erger dan niet stoppen op je hoogtepunt. Hij was namelijk gestopt. Ja, het is terugkomen om te degraderen. Terugkomen voor je dieptepunt. Ja, Robben bleef er nog in toen. Met Groningen in dat jaar. Ja. Dus, oh ja, oké. Okay. Dus dat was ook al niet super, maar in ieder geval nog erin blijven. Maar Prupper is nog erger. Ja. Even de PSV, die won 6-0 van Vitesse. Tim, je had jaren geleden al aangekondigd dat een rechtspoot op linksback de nieuwe trend zou worden. Zeker, zeker. Jorginho Destes was echt waanzinnig op die positie. Met zijn rechterbeen. Ja. Ja, ik en welk aspect hiervan had je aangekondigd? Nou, nee, ik had het gebaseerd op de trend van rechtspoot op links, linkspoot op rechts, buitenspelers, weet je wel. En dat uiteindelijk zich zou verplaatsen naar eerder op het veld. Dat is gebeurd. Ja. En maar Ferdinand Anita had ooit Nederland zelf gehad. Je hebt een soort blik in je ogen, want ik snij. Ja, het interessante hiervan is dat de inverted wingback inderdaad heel bekend is. Ja. Maar dat Serginho Dest daarvan het allerslechtste voorbeeld is. Want het is namelijk de enige rechtspoot op links die alsnog alleen maar buitenom gaat. Ja, dus dat is een inverted wingback, want hij is inverted. Ja. Dus verded weer. Verder Dest, uitblinker in de 6-0 overwinning van PSV. Mag ik nog even heel kort dat ik heel hard heb gelachen om het feit dat Luc de Jong een assist probeerde op te eisen, bewust met een verkeerde aanname. En dat Kenneth Perez daar zo ongelooflijk boos om werd, alsof hem gewoon het grootste onrecht werd aangedaan. Maar dat Luc de Jong wil gewoon alles hebben. Dus als hij verkeerd aanneemt en iemand schiet hem binnen, denkt Luc de Jong, mooi, assist. Ik ga hem gewoon pakken, dat is toch heerlijk dat spitsen is. Zeg maar, Inzaghi, die een bal tegen zijn rug aangeschoten kreeg erin. En shirt uit, molenwiek, alles. Ja, dat is ook wel de charme van Luc de Jong. Ja, maar ik vind het heel leuk dat de analisten daar dan boos om worden. Want je weet dat Luc de Jong dit gaat doen. Ik heb van genoten. 11 assists heeft hij nu ook.
dit seizoen. Ja, één bedoeld. Dat zei ik al, helemaal nergens op. 6-0 voor PSV, gaan we door naar nummer 2. Feyenoord. Feyenoord speelde uit bij Fortuna Sittard. Na de setwinst tegen Ajax moest de Fortunese Limburgse Vlaai als tussendoortje voor de bekerfinale dienen. Arne Slots persoonlijke angstgegner-trainer Danny Buijs had de boel uitstekend op orde. Maar tegen de Slovaaks-Braziliaanse Hans Kau is de afgelopen weken weinig kruid gewassen. Zijn doelpunt was de enige en dus winde. 0-1. Zijbon, is dan zo'n resultaat normaal na zo'n 6-0 oorwassing die je uitdeelt aan je rivaal? Nou, het was wel een heel andere ploeg waar je tegen speelde. Want Danny Buijs heeft wel echt afscheid genomen van zijn boeddhistische karakter. Hè? Het was echt weer een classic Danny Buijs elftal. Het was 90 minuten lang schoppen, zeuren, zaniken. Danny Buijs zelf, die ook gewoon weer echt schor was na 10 minuten. Het was echt... Ik heb daar heel erg van genoten, want het voelt dan weer alsof alles een beetje normaal wordt. Weet je, na zo'n zomerstop heeft iedereen een beetje nieuwe, goede intenties, goede voornemens. En nu aan het eind van zo'n seizoen, dan duurt het net te lang, dan valt iedereen weer terug in het gedrag wat echt bij diegene past. Zo ook Fortuna. En Feyenoord kwam daar lastig doorheen, maar ik heb ook niet het gevoel dat zij nog echt... Zij wilden vooral niet heel erg geblesseerd raken meer voor de bekerfinale. En Fortuna wilde dat zij wel heel graag geblesseerd. Die wilde heel graag. Vooral Pinto, de aanvoerder en back van Fortuna, die wilde heel graag dat minstens één iemand niet de bekerfinale zou halen in ieder geval. Ja. Jij zegt steeds Buijs boeddhistisch masker, zei toch? Maar hij is volgens mij heel lang in Peru geweest. Is het boeddhisme daar groot? Ja, maar ik vond meer dat hij als een soort boeddhist terugkwam, hoe rustig die was. Dus ja, dat was meer, okay. het was meer een metaforische boeddhist dan een feitelijke boeddhist. Oké. Ja. Ja. Maar goed dat, jij in ieder geval realiseert dat er niet heel veel boeddhisten in Peru zijn. Ja. Dat dacht ik. Ja. Ja. Maar goed nieuws bij Feyenoord ook. Hartman, over blessures gesproken, maakt stappen in Dubai. Ja. Waarom doen ze dat altijd? Maar hij is dus... in Dubai. Leuk. Hij is zich dus aan het optreden omdat je alle spieren om... je gaat al je spieren zo sterk mogelijk optrainen om die geblesseerde gebieden heen. Ja. Zodat het herstelt. Ja, sneller gaat en je minder druk hoeft te zetten op dat deel wat geopereerd wordt. Ja. Maar dat snappen mensen dus echt niet. Wat? Want mensen gingen aan Slot vragen. Mm-hmm. Ja, we zien Hartman wel echt in Dubai. En die is wel echt. Het ziet er gewoon heel goed uit. Zit je hier dan niet stiekem met heel goed nieuws? Die dachten dus dat de blessure meeviel. En dat Hartman, om dan helemaal fit te worden, wel naar Dubai was gegaan. Maar waarom ga je überhaupt naar Dubai om spieren daar te trainen? Dat is toch raar? Omdat je ik denk niet dat je 10 uur per dag nu bezig bent met trainen. En die 2 uurtjes kan je daar ook met een trainer wel gaan doen met een programma. En ik denk dat het in de fase waar hij nu in zit mentaal niet slecht is om gewoon ergens te ontspannen en in de zon te zitten. Dan dat je heel erg nog rond je ploeg hangt op dit moment. Want ik denk wel dat hij behoorlijke klap te verwerken heeft. Als je kijkt op wat voor traject hij zat met het EK wat daar aankwam, lijkt het mij niet heel slecht dat hij even de zon opzocht. Lekker naar Barcelona of zo. Maar bedoel je dat hij niet in Rotterdam was, dat hij echt naar Dubai ging? Naar Dubai. Ja, maar omdat het ploer te zijn. Oh. Oh, ja. Dat is het kort vergeten woord. Feyenoord won in ieder geval met 0-1 bij Fortuna. En dan gaan we door naar nummer 3. FC Twente speelde uit bij Ajax. Met 3 RVC-leden minder startte Ajax het Ajax van recordhouder van Schip tegen aanstormend Champions League deelnemer FC Twente. Ajax suste Twente de eerste helft vakkundig in slaap, liet de Tukkers een 0-1 voorsprong pakken voordat de tweede helft alles anders ging. Een nieuwe, oude formatie zorgde voor nieuw, oud elan en een 2-1 overwinning voor de Amsterdammers, Tim. Remontada van Amsterdammers en helemaal van Kenneth Taylor. Ja, dat is heel knap en ik zit met heel veel vraagtekens. Ik heb gewoon behoefte aan duidelijkheid rondom Kenneth Taylor. Is het nou een goede of is het nou een slechte speler? Hij is uitgefloten door de fans, tijd terug, weet je wel. Atemos, die zei vorige week, hij kan makkelijk mee bij Barcelona, Real Madrid. Heb je wel de meningen lopen uiteen. Ja. Ja. Slot vindt hem een uitstekende speler. Volgens transfermarkt.nl is hij 10 miljoen waard. Volgens het CS-rapport 66 miljoen waard. Dus mensen weten het ook niet. Hmm. Hij is verschrikkelijk goed. Wat doe je als je het even niet meer weet rondom een voetballer? Voetbalmanager. Precies. Ik heb Kenneth Taylor opgezocht in mijn game met FC Dordrecht, waar ik Champions League heb gehaald. Mm-hmm. Was dit hele verhaallijntje dat je dit kon zeggen? Dus volgende wedstrijd, Gijs. Kenneth Taylor is prima. We zeggen 2 januari 2031. Ja? Mm-hmm. Ik heb Kenneth Taylor opgezocht. Mm-hmm. Hij gaat in 2026 voor 100 miljoen naar Manchester United. Ja. Okay. Dat zegt nog steeds niet dat hij goed is. Nee. Hij heeft 63 interlands voor Nederland. 5 doelpunten. In 26 al? Zijn... Ja.
Hij verdient 20... Nee, dit is in 31 en dit was in 26. Hij is hier 28. Ja. Hij verdient 20 miljoen per jaar. Ja, maar ik bedoel, dan heeft hij dus in... Aad de Mos, ga niet, beginnen met rekenen. Ja. Laat maar. Sorry, ga maar verder, 20 miljoen per jaar. En zijn waarde is 110 miljoen. Ja, waanzinnig. Dus Kenneth Taylor is wereldtop. Maar Gijs, ik heb het één keer... volgens mij kwam ik jou tegen, of kwam ik jou hier tegen, gewoon in de studio, nadat ik een wedstrijd van Jong Oranje had gekeken. En volgens mij heb ik toen tegen jou gezegd, hij is echt verschrikkelijk goed. Want als je hem dan ziet in een elftal wat draait bij leeftijdsgenoten, dan zie je opeens dat hij dus technisch en tactisch echt waanzinnig is. Maar is een goede speler, onderscheidt hij zich niet in een team dat slecht draait? Niet zo'n speler is dat wel echt moeilijker voor. Maar... zeg maar, Donny van der Beek leek een hele goede speler. Mm-hmm. Siem de Jong leek een hele goede speler. Ja, en die gingen allemaal naar minder voetballende ploegen toe. Ja, en dus dat misschien is de enige optie voor Kenneth. Heeft Aad de Mos het heel goed gezien. Hij moet naar Real Madrid. Ja, dat is de enige, ja. Ja, hij moet eigenlijk naar City. Dat is de enige optie. Ja. Man United zou ik dus juist niet doen als ik hem was. En ik wil nog heel even, goed gezien, dan gaan we daarna naar FC Twente, maar... voordat mensen echt gaan denken dat die overwinning van Ajax kwam... omdat ze in de tweede helft weer naar 4-3-3 gingen schakelen. Dat was toch zo? Snijboon. Ik word zo verschrikkelijk moe van elke Ajax-ziet die zegt dat Ajax 4-3 moet spelen. Ja? Doet dat, word je daar boos van? Ik word er heel boos. Dat was je punt, neem ik aan. Ja. Snijboon, op het veld goed nieuws. Maar daarbuiten Hommelus. Jij bent onze bestuurswatcher van Ajax. Ja, ik heb het even allemaal uitgezocht. Want het duizelde mij ook een beetje... hoe al die organen binnen Ajax zich nou tot elkaar verhouden. Je hebt dus de directie. Dat zijn de technische directeur, de commercieel directeur, de algemeen directeur. Dat is eigenlijk de dagelijkse gang van zaken. Hoeveel hebben we er daar nog van? Een halve volgens mij of zo. Ik weet dat niet. Ja, Menno Gele, toch? Commercieel directeur is hij. Ja, je hebt dan natuurlijk ook wel mensen die een soort van waarnemend technische directeur zijn waarschijnlijk nu. Maar dat is in ieder geval hoe het hoort te zijn. Dan heb je de Raad van Commissarissen. Die controleert de directie. En de raad van bestuur. Hoeveel en, hebben we er daar nog van? Drie. Michael van Praag, Leo van Wijk en Danny Blind. Er zijn er drie van opgestapt namelijk. Dat zijn Annette Mosman, Georgette Schliek en Kees of Cees van Oeveren. Ligt eraan hoe intiem je mogen noemen. En dan heb je ook nog, en dat is bij heel veel clubs heb je dat niet, heb je de raad van bestuur. Dat is omdat Ajax een beursgenoteerd bedrijf is. Ja. En dat is een bestuursraad die wordt samengesteld door alle leden van Ajax. En die raad van bestuur die beheert 73% van alle aandelen. Dus die heeft best wel een vinger in de pap. De raad van bestuur heeft nu dus gezegd dat ontslag van Alex Kroes... moeten jullie dat niet heroverwegen? Als iemand met 73% van de aandelen van je club zegt... moeten jullie dat niet heroverwegen? Is dat best wel een statement? Er zijn drie mensen van de raad van commissarissen dus opgestapt. Ja. En dat is het orgaan wat eigenlijk dus Mislintat bijvoorbeeld had moeten controleren. Ja. En die zeggen, ja, het wordt te veel op de persoon gespeeld. Voor mij is dat heel tekenend, want dat is binnen voetbal altijd, toch? Die bestuurders zijn gewend om bij grote multinationals bijvoorbeeld te werken. En daar is het allemaal heel onpersoonlijk. En bij het voetbal heb je een plek waar dan spandoeken komen met neem je rotzooi mee. Terwijl als je bij Unilever zit of zo, dan staat er nooit iemand in de kantine met een spandoek met neem je rotzooi mee. Gewoon de schoonmaker. Ja, het moeilijke is dus alleen dat die raad van bestuur, daar zitten dus dat die... zijn er voor de leden. Maar dus die mensen uit de Raad van Commissarissen... dat zijn ook leden van Ajax. Dus die zitten ook eigenlijk gedeeltelijk... dragen die de Raad van Bestuur voor. Maar de Raad van Bestuur draagt weer mensen voor de Raad van Commissarissen. Oh, dus het is allemaal... Je zit eigenlijk op een stoel die stoelpoot door te zagen. Ja, dus Michael van Praag heeft mensen aangedragen voor de Raad van Commissarissen... die nu zijn opgestapt. Terwijl hij nu in een orgaan zit wat het Raad van Commissarissen weer heel moeilijk maakt. Dus het is een ongelooflijke rotzooi. Nee, want Van Praag zit in de Raad van Commissarissen, toch? Kijk, Raad van Bestuur bedoelde Snijboon, denk ik. Ja. Okay. Maar bijvoorbeeld Alex Kroes speelt bij Ajax Amateurs 5. Dus is eigenlijk ook onderdeel... van, die van het orgaan waar die bestuursraad door wordt vertegenwoordigd. En die willen weer Alex Kroes terug. Ja. Dus Alex Kroes wil Alex Kroes terug. Ja. Michael van Praag wil Alex Kroes weg, maar is ook lid. Dus wil eigenlijk Alex Kroes terug. Ja, en iedereen heeft skin in the game. Holy shit. Maar dit is dus echt een troep. En eigenlijk is de enige, volgens mij, die helemaal buiten schot blijft, is Danny Blind. Classic Danny. En Leo van Wijk. Leo van Wijk is dus... die wil dus niet. Die is dus ook lid van Ajax. Omdat die ook nog bij... Dus die zit ook nog
bij die leden waar de raad van bestuur uit voortkomt. En naar mijn weten is dat bij Danny Blind minder. Dus dat is de enige volgens mij die als iedereen tegenover zuiver. Gaat staan met een wapen, dat die gewoon veilig blijft. Want hij zou Danny Blind niet zuiver noemen. Holy shit, hoeveel pet hebben ze allemaal op daar? Wat goed. Jij nog even kort over Oosting. Toptrainer of niet? Je hebt Kenneth Taylor nu. Ik ben ervan overtuigd. Ja? Hij zou Ajax heel goed aankunnen. Ik zat hem... Het was wel een beetje aan het sudderen, dat gevoel bij mij. Maar het gebeurt niet heel vaak dat op een gegeven moment klikt het. En nu is het geklikt. Jozef Oosting presteert heel goed met FC Twente. Ajax presteert verschrikkelijk. Dus nu zijn die twee in één keer soort van logische combinatie. Terwijl dit voor de rest in zijn leven misschien nooit meer gaat gebeuren. Dus Jozef Oosting moet nu heel snel Ajax trainer worden. Ik kan hem ook heel... Of niet betrappen op dingen die ik niet aan hem waardeer. Nee, ofzo. Klopt. Nee. Nu zal Twente wel vijfde worden nog dit seizoen. Nu Tim het loftrompet heeft gestoken. Nee, maar dat interview was ook heerlijk realistisch. Hij maakte zelf, er was nog een sneer naar John van Schip. Van die tactische omzetting. Ja, zo moeilijk was het niet. Maar mijn spelers voerden het niet goed uit. Ik denk van ja, let's go. Ja, 4-3. Ja. Donder op. Ja, inderdaad. Ja. Goed jongens, Ajax kruipt dus iets dichter bij Twente. Nou, nog steeds 12 punten. Twente zit goed op plek 3. Maken we een uitstapje naar buiten de lijn. Edwin, Kevin hier, buitenspel. Ik hoor je niet voor half, stem op eens. Oké, Edwin, buitenspel. Buitenspel nemen Tim, Snijboon en Pepijn iets mee van buiten de lijnen. En we beginnen vandaag bij Snijboon. Ja, de hegemonie van Bayern München is doorbroken. Ja, na 11 jaar Bayern kampioen is het Bayer Leverkusen dat kampioen is geworden. En dat is natuurlijk waanzinnig. En in Duitsland krijg je de schaal altijd na de laatste wedstrijd. Oh. Alleen het is dus niet heel duidelijk waar dan de huldiging gaat zijn. Want Leverkusen is zo'n lelijke stad. Dat er dus in de stad geen geschikte plek is voor een huldiging. Want hun stadhuis zit soort van in een winkelcentrum uit de jaren 90. Dus een bordesscène, dat kan niet echt. En die stad is eigenlijk gebouwd rond de fabriek van Bayer. Het chemieconcern. Dus het is ook niet echt een mooi plein waar je het op kan vieren. Dus... waarschijnlijk moeten ze het soort van in het stadion gaan doen, de huldiging. Omdat er gewoon geen één mooie plek is in de hele stad. Dat hebben ze toch gedaan? Was dat vandaag? Dat was inderdaad in het stadion. Ja, maar dat was na de wedstrijd. En dat is natuurlijk gewoon kampioen geworden. Ook, ja. Maar de huldiging, dus je krijgt er echt een schaal. Bij Bayer heb je dan altijd al zo'n bordesscène, weet je wel. Met bier over iedereen heen. Mooi in dat oude centrum. Kunnen ze daar niet dan? Dat, schitterende locatie, ja. Maar dat is, je hebt dus van die... Net als Wolfsburg, dat zijn zulke ongelooflijk lelijke plekken op aarde. Want dat zijn gewoon arbeiderswijken waar dan per ongeluk een centrum in is gestopt. Omdat mensen ook boodschappen moesten doen. Maar hoe mooi het voetbal van Leverkusen is, zo lelijk is eigenlijk de hele stad eromheen. Zo Londen in de jaren 20 zie ik voor me van die zwarte rookwolken die dan zo boven zo'n fabriek hangen. En dan daarvoor zo'n juichend team. Ja, misschien doen ze wel wat ze ook in Londen gewoon eens in de zoveel eeuwen deden. Dus dat ze gewoon wijken helemaal in de fik staken. Omdat ze gewoon anders al die mensen daar niet weg kregen om nieuwe wijken te bouwen. Maar het zou toch vet zijn als het gewoon ownen? Dat het gewoon een soort city marketing wordt voor de stad... Leverkusen. Ja. Dat je daar gewoon een hele mooie soort of hele mooie lelijke promofilm van maakt. Dat ze met die schaal er doorheen lopen. Lijkt mij heel vet. Ja, maar ik denk dat er dus 4 miljoen andere dorpen en steden in Duitsland zijn die zelfde films zouden kunnen maken. Ja, Beauty and the Beast. En dan heel de tijd tegenover die beelden van Bayern zetten. Leuk. Ja. Maar wel, ja, waanzinnig. En nog nooit kampioen geworden. Xabi Alonso is echt gewoon... Dat is echt de kroonprins van de trainers. Hij wordt nu waarschijnlijk ereburger van de stad. Nee, dat wil je ook niet. De eerste ooit. Echt een beleving. Hij krijgt letterlijk de sleutel. Maar dus, ze wilden dus de Xabi Alonso Allee. Weet je wel, gewoon de straat daar. Maar dat mag nog niet. Nog niet. Allee? Ja, dat is toch Ellie of zo? Dat is toch Duits? Dat is Frans. En niet Frans. A-L-L-E-E. Oh ja. Allee. Ja. Oké. Okay. Ja. Straatse kan ook. En Straatse. Ongeslagen, hè? Waanzinnig. Ja. In alle competities. Had je dat filmpje gezien van Granit Xhaka die dan scoort en dan gaat juichen? En dan loopt hij helemaal mank. Maar blijkbaar deed hij dat op de training dan ook de hele tijd. Maar dat hadden die verzorgers dus nooit gezien. Zij liep mank en die verzorgers die renden die er koud uit. En Xabi Alonso hield ze allebei zo tegen van nee, niks aan de hand. Vet. Pepijn, wat heb jij meegenomen buiten de lijn? Ik heb een, volgens mij heb ik een buitenspelletje, ga ik reproduceren. Maar dat komt omdat het wederom is gebeurd. Mick Wallace, Ierse politicus in het Europese parlement, die houdt niet zo van pakken dragen. Dus die verscheen achter de sprekersmicrofoon op deze manier. Met zijn Torino-shirt aan. Want hij is ooit op vakantie geweest in Turijn en is toen verliefd geworden op Torino. En Torino heeft historisch gezien een links-progressieve achterban.
En dat is ook zijn politieke kleur. Fan geworden van Torino en ze speelde dit weekend tegen Juventus. Dus hij dacht, ik moet zijn steuntje in de rug geven. Dus tussen alle mannen in blauw pak stond hij in zijn paarse Torino outfit. Ja, wel vet. Maar Peter dus... Quint-esque, toch? Die had toch die had altijd van die bandshirts aan, toch? Ja. Gewoon t-shirtjes met korte mouwen met zijn tatoeages eronder. Maar, was hij full kit wanker? Dat niet? Met van die sokken, hoog opgetrokken, zonder schemerschermers eronder. En voetbalschoenen, dus dat je hem zo nadoort. Tim. Casper Dolberg heeft gescoord bij RSC Anderlecht. En hij heeft het doelpunt opgedragen aan een leuk persoon, namelijk de receptionist van de club, Monique. En dan verwacht je, dan smelt ik eigenlijk al, hè, en dan verwacht je een mooie reden. En hij zei, ik heb mijn doelpunt opgedragen aan Monique, want ze vroeg wanneer ik weer een keer ging scoren. Dus het was meer middelvinger Monique. Ja. Ja, hij heeft weer gescoord, ja. En dan ik zie Monique niet als een hele knappe vrouw voor me. Weet ik ga je dat wel even niet? Opzoeken. Ja, ik zoek zo, juffrouw Janine uit Samson en Gert. Zeg maar, is het een flirt of is het een oprecht ik ga er nu opzoeken en dan mogen jullie bepalen of het een flirt is of niet. Receptionist. Mag ik zou ik dan nog een kort buitenspelletje in de tussentijd geven? Doe maar. De mascotte van QPR is namelijk ontslagen omdat hij te vaak gewaarschuwd was voor flirten met vrouwelijke fans. Niet. En de druppel was dat hij de keeper van het vrouwenelftal complimenteerde met haar cracking norks. En norks zijn niet. Dus die man in het pak. En wie is de super, hoe ziet hij eruit, de mascotte van QPR? Is het wel zomaar ik heb hier een foto van hem, dat hij dus ook met een vrouw met echt een aanzienlijke voorgeven staat. En dat scheen hij dus. Hij scheen alleen maar naar knappe vrouwen toe te lopen voor de wedstrijd. Ook. Heel goed. Tim, ik neem aan dat je Spurs nog even voortduurt. Dus we gaan naar AZ tegen RKC. Ruim een uur lang leek de vloek van Tim de trainersbaan van Martens op de tocht te zetten in het altijd winderige Alkmaar. Twee geniale RKC-goals zorgden namelijk voor een 0-2 voorsprong voor de Waalwijkers. Deze voorsprong verdween in 12 minuten als sneeuw voor de Alkmaarse zon. Ook AZ maakte namelijk twee heerlijke goals en Pavlidis scoort altijd. Dat was geen flirt. Altijd. Daar hoeven we niet lang over te hebben. Absoluut geen flirt. Voor de luisteraars en kijkers, excuus. Tim had de foto inderdaad gevonden van Monique. Zo werd het 3-2 voor AZ uiteindelijk, Tim. Terug naar jou. Ik mag eigenlijk niet man van de wedstrijd zijn, maar... Nee, dat komt. Ja, dat is waar. Ik vind hem ook niet de man van de wedstrijd. Dus volgens Football International kreeg hij een 8 en was hij de man van de wedstrijd, volgens de data. Maar voor mij is er echt maar één man en dat is Sugawara. Ik zal jullie uitleggen waarom. AZ komt uit een verschrikkelijke periode. 10 doelpunten tegen. Door jou, hè? Door mij. Dus het begon bij mij. Toen 5-1 verloor van PSV. Of eerst 5-0 van Heracles, toen 5-1 van PSV. Nou ja, dan speel je thuis tegen RKC Waalwijk. Dan valt in de warming-up je aanvoerder uit. Klaasie, vervelend. Kom je meteen na de aftrap met 1-0 achter. Ook verschrikkelijk vervelend. Nou, dan ben je er bijna van bijgekomen. Gaat Sugawara vlak voor rust de fout in. Nou, dan is het echt helemaal klaar. 2-0 achter. Verschrikkelijk. En dan is het uiteindelijk Sugawara die in de 67 minuten of zo vanuit het niet zelf een aanval opzet. En alles ging fout bij AZ. Dus ballen gingen over de zeilen en ze zaten er verschrikkelijk in. Sugawara eigenhandig omgedraaid. Dus geweldige goal. En dan zegt die commentator dus, hij maakt nu een beetje zijn fout van de 0-2 goed. Dat een beetje. Dus hij geeft een bal aan Min, die hem vanaf de middenlijn vervolgens over de keeper schiet. Wat op zich een goede goal, maar oké. Okay. Op zich goede goal, hè? Laten we zeggen dat de fout van Sugawara is. Ja? Ja? Laten we dat zeggen. Ja, je dat doet alsof het heel hypothetisch is, maar dat is wel echt zo. Oké, okay. Maar als hij dan vervolgens zelf het opzet en vanuit het niets AZ terug in de wedstrijd schiet, dan is dat toch precies dan nul? Ja, weet ik niet. Is de 2-0 weggeven echt... Kan je dat wegstrepen tegen de 2-1 wel, maken? Ja, als je dat kan je helemaal. Ja, want dan stap ik even op Gijs' trein. Die altijd zegt, je kan beter met 2-0, met 1-0 voorstaan dan met 2-0 voorstaan. Ja. Dus Sugawara die dacht, we staan 1-0 voor. Dit is vreselijk. Eerst 2-0 achter, dan pas kan je terugkomen. Ja, toen in 12 minuten hebben ze hem omgedraaid en 2 gewonnen. En ik wil nog even het woord, want ik ging... Ik zocht ook een keer op het YouTube-kanaal van RKC Waalwijk naar reacties op deze wedstrijd. Ik bedoel, research. Mm. En toen kwam ik... journalist. Toen kwam ik op een serie van 3 jaar geleden tijdens corona. Een serie bestaande uit 2 video's. En de serie heet RKC Olesje Tour. Ze noemen het in video 1
RK College Tour. En in die volgende RK Solage Tour. RKC College Tour. Aflevering 1. Peter Bos heeft helemaal niks met het RKC. Hij heeft daar nooit gezeten. Dus het begint met allemaal hoogtepuntvideo's uit zijn tijd bij Vitesse. Het doelpunt van Dolberg tegen Lyon. En het is geweldig. 1000 keer bekeken of zo. Echt, ga dit kijken. RK Solage Tour. Aflevering 1 Peter Bos. Aflevering 2 Marcel Brands. En dat was het. Heel vet. Ja. Goed, AZ. In ieder geval een knappe comeback. Op plek 4. En RKC blijft door deze nederlaag op plek 16 staan. Gaan we door naar... Ja, mag één keer per jaar mag ik het zeggen. En Necpack, de Meijermobiel, is goed door de APK gekomen en blijft tot 2024 in Nijmegen rijden. Onderweg naar de bekerfinale in de Kuip liep de motor tegen Pack niet helemaal lekker. De Zollenaren konden daardoor bij 2-1 langs zij komen en een punt pakken. 2-2 uiteindelijk, Snijboon. Iedereen had het over een slechte generale van NEC voor de bekerfinale. Ja, ik kan me niet twee wedstrijden bedenken die verder van elkaar afstaan. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat een speler van NEC het gevoel heeft dat hun prestatie tegen PEC van enkele invloed is op wat ze in de Kuip gaan doen volgende week. Nee, ik vind wel dat je daar gelijk in hebt. Maar het is zo'n bullshit. Ze wilden niet geblesseerd raken. Dat is bijna gelukt. Hans met een beetje kramp eraf, maar hopelijk is die fit. Mensen zoeken naar verhaallijnen bij een wedstrijd die niet super is. Wat handig is, want door hun zoeken naar verhaallijnen heb ik een verhaallijn. Maar dit was geen generale repetitie. Want generale repetitie, dan repeteer je wat je gaat doen. En het had er niks mee te maken, want PEC is niet Feyenoord. Maar als we het wel als repetitie zien, is het toch nog steeds goed. Oh. Want dat is toch ook gewoon dat een slechte generale is een goede uitvoering. Dus je kan toch beter een slechte generale hebben? Ja. Dus dit was eigenlijk een hele goede generale. Ja. Ja. Ja, maar is wat je fout doet tegen PEC, heeft dat iets te maken met wat je misschien fout gaat doen tegen Feyenoord? Nee, in jouw geval, als je het zo ziet, het slaat nergens op. En als je het op mijn manier ziet, slaat het ook nergens op. Nee, dus het slaat nergens op. Maar wel goed nieuws, want Rogier Meij heeft bijgetekend. En ik vind het leuk dat een overperformer is niet gelijk naar Ajax wordt toegepraat, maar gewoon bij zijn club blijft en doorbouwt. Heel goed. En nog één ding, Dirk Proper is waarschijnlijk op tijd fit. Ja. Generale heeft hij heel veel meegedaan. Ja. Dan kan hij bij de voorstelling meedoen. En ik vond het leuk dat hij de eerste half... Hij kon maar een half uur spelen. Ja. En ze besloot hem het eerste half uur te laten spelen. Dus na een half uur gewoon... Heel leuk, trainingskampwedstrijden gevoel krijg ik daarvan. Ja, ja. Ook amateurwedstrijden. Want dan is het ook van, ik kan beter starten. Kijk even hoe lang David volhoudt. Want als ik eruit ga, kan ik er niet meer in. Ja. Heel goed. Je mag trouwens volgens mij alleen NEC zeggen tegen NAC. Ja, en niet tegen PEC. Dat is zo. Ja, maar NEC-PEC is toch veel leuker dan NEC-NAC. Dan moet je dus NEC-PEC doen. Ja, okay. NEC-PEC mag niet. Nee. Ja, okay. En de RK Solage Tour, voor wat het ook was. Gaan we door. Allebei een puntje. College C. Had je niet beter R College Tour kunnen doen dan? Als je die K-klank dan, als ze dan toch al wilde. R College C. Tour. Ja, serieus beter. Of College Tour KC. Waalwijk. Ja, serieus beter, toch? Ja. Serieus. Kan even die gasten DM'en? Dat, als jullie het tweede seizoen gaan maken. Verander even je naam. Heel goed. Gaan we door naar Utrecht. Tegen de Go Ahead Eagles. In een leuke Legends-wedstrijd waren de helften verdeeld. De eerste voor Utrecht en Lammers. De tweede voor de Eagles en Nauber. Een gelijkspel was daarom misschien wel verdiend. Maar Jans had er gouden vallers met wisselen. Invaller assist en invaller doelpunt zorgden voor de 2-1 overwinning uiteindelijk. Zo is FC Utrecht weer waar het hoort, jongens. FC Utrecht is op plek 7. Echt waar? Ja. Vincent Schildkamp. Ja. Pepijn speelt Utrecht. Ik ga uitleggen Utrecht. Dat Vincent Schildkamp ooit zei Utrecht. Staat altijd zevende bij deze. Spelen ze een perfect seizoen, Pepijn, Utrecht? Nou, Utrecht speelt niet zozeer het perfecte seizoen, maar Ron Jans heeft echt de gouden vallers. En die stapt in bij clubs waar je in moet stappen. En het allermakkelijkste was, denk ik, bij Ajax en bij Utrecht instappen. Ergens in november. Mm-hmm. En Ron Jans wist waar hij in moest stappen. Want ik denk zomaar is dat Ron Jans ook wel eens een belletje van Ajax gehad... heeft. Maar hij zit in die leden bestuursraad ook, Ron Jans. Ik zou als skin, Ron Jans heel veel skin in de game. Ik zou dus heel snel Youssef Oosting me hielen laten zien als ik Ron Jans was. En gewoon nu naar Ajax bellen, want zij hebben echt een Guus Hiddink type nodig. Ja, en hij, dat is hij. Ja. Ja. Maar het perfecte seizoen... Ja, het perfecte seizoen is... Je kan beter heel slecht beginnen en heel goed eindigen dan andersom. En dat is puur beeldvorming en het gevoel van de supporters. Want als Utrecht tot februari 5 had gestaan en ze eindigde 7, dan zag je fluitconcert op de tribune. En nu is het alleen maar Hosanna rondom die club. Dus ik zou het iedereen adviseren. Alleen Ajax heeft het net verkeerd aangepakt. Die zijn te snel
weer een beetje erbovenop gekomen. Je moet wel echt heel veel zelfvertrouwen hebben om deze tactiek soort van actief op te gaan zoeken. Ja. Want je moet wel echt zeker weten dat je uit het dal komt. FC Volendam vorig jaar, perfect Ron Jans seizoen gedraaid. Nee, maar Vitesse had misschien ook wel dit idee. Je werd nog gecorrigeerd trouwens door Cornel Evers. Want Frans van Zeumeren heeft een standbeeld. Daar. Oh, echt? Ja, een klein standbeeldje. Klein standbeeldje? Ja, maar ik bedoel natuurlijk echt een standbeeld. Oh, ja, precies. Ja, nee, sorry Cornel, dat heb jij dan verkeerd begrepen. Heel makkelijk, hij zit helemaal terug te praten, Cornel. Nu ja, maar het is waren groter. Nee, ik bedoel groter, ja. Natuurlijk. Nee, Cornel, groter wat jij nu denkt, bedoel ik niet. Nee, nu ook niet. Ja, ik had ook nog op Rob Penders gelet, assistent van Roy Jans. Ja. En ik vind dat heel vet. We hebben Snijboer, hoe heet die man ook weer van Arsenal met die AirPod? AirPod Albert. En Rob Penders is AirPod met draadje in zijn telefoon. De assistent trainer Penders. Ja, maar het is dus... Uiteindelijk, weet je bent wel afhankelijk van Bluetooth. Dus ik snap ook wel dat je soms gewoon voor een draadje kiest. Want de audio-kwaliteit is beter met de oortjes met draad. Ja, maar Pandas is echt zekerheid voor alles. Ja. Die is echt de degelijkheid zelf. Ja, 100% ook als je in zijn jaszak voelt, heeft hij nog 8 van die paar oortjes. Heeft hij van die satelliettelefoons voor de zekerheid gewoon. Zo'n B100 ding uit zijn schouder. Ik woonde vroeger naast hem. Dat was echt een soort van Radio Veronica, weet je wel. Zo met allemaal van die schotels op dak. En, hij had 1 raam in zijn huis waar hij maar uit kon kijken. Want hij was echt bang dat alles fout zou gaan. Ja, vet. Robbie Penders, jou daar naar op. Ja, maar als het gaat... Robbie Penders, shout-out naar Rob. Ik voel me echt bij 538. Dat is ook echt wel een hitte 538. Start naar een nummer 5. Ja, kunnen we Rob Penders al een club toeschrijven? Vorig jaar met FC Eindhoven vreselijk goed gepresteerd. Dit jaar met Utrecht. Hij is blijven zitten. Ja, Almere dan? Gast. NAC. Ja, NAC zou heel hard zijn, maar het afbreukrisico is te groot. Ja. Want hij is daar wel gewoon een held. Ik zou naar Almere gaan. Daar staat Almere, het wel. Ja, Pastoor weg. Almere... En die geloof ik wel dat die visie hebben om een redelijk jonge trainer aan te stellen. Ja, voordat we over Almere gaan hebben en Pastoor en Penders. Tim, eerst even. Of iemand dit nou weten wil. Dat boeit me niet ontzettend veel. Want ik heb weer een beetje voor je mee. Ingestuurd door Mart de Koning. Bij voorbaat, dank. Het gaat over Neil Warnock, die kennen jullie wel, hè? Mm-hmm. Trainer uit Engeland, die was trainer van Crystal Palace. En voor een belangrijke wedstrijd in de FA Cup tegen Wolverhampton Wanderers... heeft hij zich laten beïnvloeden, de opstelling die hij zou maken, door zijn vrouw. Zijn vrouw had namelijk gedroomd dat een fullback de winnende goal zou maken. Dus Neil Warnock kwam de kleedkamer in en die zei... jongens, Sharon, dat is zijn vrouw, hè? Sharon heeft vandaag gedroomd dat een fullback de winnende zou maken... Dus Danny Butterfield, tweede rechtsback, jij staat spits. Hij denkt, leuk, grappig, weet je wel. Danny Butterfield, die was rechtsback, die heeft 6 doelpunten gemaakt in 240 wedstrijden. Maar ze hadden net Victor Moses verkocht. Dus er was op dat moment ook niet echt iemand voorradig om in de spits te spelen. Dus Danny Butterfield begon in de spits. Een perfecte hat-trick in 6 minuten. Niet waar. Links, rechts, koppel. Dat is tot nu toe nog steeds de allersnelste hat-trick ooit voor Crystal Palace. Komt van een tweede rechtsback die eigenlijk nooit scoorde daarvoor. Dankzij de vrouw van Neil Warnock. Oh, wat heb je thuis ongelooflijk weinig te zeggen als je vrouw zoiets voorspelt en het komt uit. Maar dood, hè? En als je dan allemaal nachtmerries krijgt daarna en zo. Ja. Dat zei. Ja. Ja. Ja, of als ze de hele tijd voorspelt dat jij dat de vaatwasser uit moet ruimen. Nog erger. Wel ja, vet Tim. Wel echt goed, toch? Nee, Mart. Ja, dank Mart. Ja, shout-out naar Robbie ook. Via Tim. Bedankt voor het voordragen. Ook leuk gedaan. Goed, gaan we naar Almere City tegen Sparta. Midweek zat Almere City 4-jarigen uit de selectie op 1 dag. Ik had de Instagram in de gaten gehouden. Ja, was heel goed. Het leek het feit te willen vieren door voor de 7e keer op rij gelijk te spelen. Maar het liep direct na de aftrap van de late gelijkmaker tegen de genadeklap van slechte voetballer Verschuren aan. 2-3. Zo blijft hij tegen die 34 punten aanhikken, terwijl Sparta tegen de play-offs aanhikt. Pepijn, we hebben het heel even over Pastoor gehad. Hoe ongelukkig is deze timing om te zeggen... we gaan na het seizoen niet met elkaar verder? Ja, jij begon hier over. Jij had het erover dat... 34 is niet meer heilig, nee. Omdat je... Maar aan de andere kant staat RKC staat op 25 punten? 24 punten. Ja, 34 is niet meer heilig omdat het veel minder nodig is. Prima met 32 kunnen halen nu. Ze zijn er al. Ja, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Dus Alex Pastoor maakt eigenlijk op het perfecte moment zijn vertrek bekend. Ik ben het hier er is niks meer te winnen. Er is niks meer te verliezen. Ja. Jongens, we gaan uit elkaar.
geen druk meer op. Want ze zaten tegen die druk van die 34 punten aan te hikken. Dat blijkt niet meer nodig. Dus moeten ze even gaan ontspannen. Nou, dat heeft hij op de perfecte manier gedaan. Je hoeft het voor mij niet meer te doen. Doe het lekker voor jezelf. En bekijk het. En bekijk het. Pastoor lijkt me zo'n coach die wel een beperkte houdbaarheid heeft. Omdat het wel, denk ik, vrij intens is. Ja. En je moet er wel in geloven. En ik denk dat als je te lang met hem werkt, dat je op de deur gaat denken dat het een trucje is. Ja. Dus ik denk wel dat het slim is wat hij doet. Want dit, voor hem is dit wel het moment om te oogsten met wat hij heeft neergezet. En ik hoop heel erg dat SC Heerenveen hem haalt. Het kan, in mijn ogen is het wel, je hoort wel vaker, ja, onderling goed overleg. Maar dit kan zomaar echt goed overleg zijn. Ja. Dus ik ben benieuwd wat hij net doet. En als het dat niet was, Pastoor heeft sowieso iedereen ervan overtuigd dat het dan wel in goed overleg was. Maar ik denk ook dat hij heel goed kan overtuigen dat hij niet de juiste man is om te blijven. Dat ze zegt, nee, blijf nog een jaar. Nee, luister, ik heb het hier op een rijtje gezet. Ik ga het zo verschrikkelijk doen volgend jaar. Dat beloof ik nu alvast. Ja. Maar wat zou zijn top? Ik zie hem niet bij een echte topclub werken, omdat ik vind hem heerlijk, zo'n persoonlijkheid in de voetballerij. Maar aan alles, net als mijn vrouw Sharon heeft gedroomd dat hij ooit bij AZ gaat eindigen. Ja, ik... Hij is te kleurrijk. Nee, ik denk dus dat, hetzelfde als wat Arteta nu bij Arsenal heeft, als het een jonge ploeg is, dus waar spelers nog niet zo gelouterd zijn dat ze voor hun gevoel hier doorheen prikken, dan kan zo'n coach heel veel betekenen, ook op hoger niveau. Maar je moet een selectie hebben die er echt vol intrapt. hij zet mij wel weer, zeg maar... Nou, maar ik bedoel dit eigenlijk best positief. Ja. Dus hij zou perfect zijn voor de F's of zo. Ja, maar als het de F1 is laatste jaar, dan wordt het dan wel weer lastig. Ja, eerste jaar F. Nee, maar dat er in de voetballerij altijd heel conservatief worden voor lange periodes contracten afgesloten. Terwijl het heel vet zou zijn als hij zich gewoon als een soort van interim crisismanager zou verkopen. Dat hij gewoon Europa doorreist, steeds een half tot een heel seizoen. Gewoon een freelancertje. Freelancer, ja. Consultancy. Gewoon goede dingen voordragen en dan weer weggaan. Ze verloren nog wel van Sparta. Sparta staat nu op plek 9, terwijl Almere met 33 punten op plek 12 staat. Dan gaan we door naar Heracles tegen Heerenveen. Heerenveen sneltrein Nunnely profiteerde optimaal van een van de laatste keren op het kunstgras in Almelo. Na zijn 0-1 kreeg Heracles kansen, maar omdat de doelpuntenproductie van Jis Hoornkamp net zo droog was als het kunstgras, verloor Heracles uiteindelijk met 0-2. Tim van Wonderen na de wedstrijd, ook afzwaaiend hoofdtrainer, maar die ziet heel graag dat Van Persie hem opvolgt. Ja, dat... Ik zie dat niet gebeuren. Ik wil dat niet. Ik wil dat Van Persie niet naar Heerenveen gaat. Waarom niet? Nou, hij moet naar een. Hij moet beginnen in de keukenkampioen divisie. Dat vind ik sowieso. Ja, wat zit je nou raar te kijken? Ja, daar ben ik het niet mee eens. Nee, ik ook niet. Jawel, hij moet. Dat is toch juist heel erg vet. Nee, maar hij, onderaan beginnen. Nee, maar hij heeft. Is te hoog. Hij krijgt dat Van Basten Cruijff probleem. Dat hij zelf. Dingen gingen te makkelijk bij hem. Mm-hmm. Hij kan niet een te slecht team trainen. Want hij snapt oprecht niet waarom een spits zo verschrikkelijk slecht is. Oké, kom mijn theorie daartegen. Oké, leuk. Dan moet hij juist onderaan beginnen. Om dan te realiseren. Wacht even. Want bij Heerenveen kan het nog net een beetje lijken. Weet je wel. Mm-hmm. Want Van Basten gaat hij helemaal af. Nee, hij moet gewoon. Nou ja, nak of zo. Ja, maar dit is lullig. Want nu bij alles wat ik dan hier tegenin zou brengen... Ja, zou wacht jij even, kunnen ik zeggen, ga ja, maar juist. ik zal het niet doen, man. Ik vind dat hij assistent van Arteta moet worden bij Arsenal. Vind ik ook leuk. Ik denk niet dat heel veel Arsenal-fans dat nog vinden. En dan daarna naar de Graafschap. Ja. Nee, maar net als Arteta het bij Guardiola heeft gedaan. Zo'n speler moet je... Wat jij zegt, van hij moet ook met slechte spelers om kunnen gaan. Dat moet helemaal niet. Hij moet gewoon volledig in de top werkzaam blijven. Ja, dus juist wat jij zei, maar dan niet. Okay. Ja. Vet. Assistent Ancelotti bij Real. Ja. We gaan het zien. Is te hoog. Heerenveen vol met 0-2. Gijs, ik moet een luisteraar bedanken. Okay. Matthijs Roordink. Want die wees mij namelijk op het feit dat ESPN weer een derby in het leven had geroepen. Wat denken jullie deze derby? Wat hadden we? Heerenveen Heracles. De her? Nee. Nee, het is iemand die wel iets met beide clubs heeft gedaan. Gert-Jan van Beek? Juist. De Gert-Jan van Beek derby. Ja. Ach nee. En dat maakt goed, een van onze beste lookalikes relevant! Wie ben jij? Ja, ik ben Willy Lee. En Gij René. En samen zijn we altijd met z'n tweeën. Tim, laten we even zien. Hier aan tafel. Is hij goed of niet? Ja, vreselijk hij goed. Is ingestuurd door Rodi. Dit is misschien wel de beste van dit seizoen. Rodi VDB9. Dankjewel, Rodi. Waanzinnig. En dankjewel. Ja. Hoe heet de andere beste luisteraar, Tim? Die jou op deze derby... Matthijs Roordink. Dankjewel voor... Shout-out naar Robbie. Hoe heet die kapitein met die slangen? Van Pirates of the Caribbean? Kapitein? Geen idee. Ja. Gert-Jan Verbeek? Ah, Corneel roept het nu waarschijnlijk. Ja. Dus komt goed. Wat goed, zeg. Goed, jongens. Laatste wedstrijd. Niet zomaar een wedstrijd, maar de wedstrijd van de week. Hey, ja, la, 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 la.
van de week, van de week, wedstrijd van de week. De kraker Excelsior Volendam, natuurlijk de wedstrijd van de week. In Rotterdam was de laatste glibberige paling geen seconde in beeld voor Volendam. Exemplarisch was het feit dat het andere Oranje niet alleen niet kon scoren uit een corner tegen Excelsior, maar het zelfs een tegendoelpunt kreeg uit een corner voor Excelsior. Verder deed Kenzo Goudmijn zijn naam eer aan door een absolute uitblinker te zijn tijdens de afgetekende 4-0 overwinning. Wat is er? Tim wist er net al zijn aantekeningen. Tim, het is dus niet de wedstrijd die Tim heeft toebedeeld gekregen in het script. Dus hij heeft een demonstratief al zijn aantekeningen. Ik zie deze bijna die Mark gewoon in zijn aktekoffertje stoppen. Tim staat al bij de deur. Wat een grof schandaal. Na mijn wedstrijd ook zo tegen Gijs op een klokje wijzen. Nu wel even. Even tempo maken, jongens. 33 keer gezegd, ik wil nog wel heel even het woord. Het leukste is nu geweest, kom maar door. Excelsior, oh ja, glimmerende paling. RVC-lid, hè, daar zit hij in zijn eentje. Echt Jan van Hals. Goed, in ieder geval, Stijnboon, vorige week, jouw woorden, jouw inspirerende woorden van Volendam, met deden geen wonder. Ja, het wonder van de dijk heeft zich toch niet voltrokken. Want 4-0 voor Excelsior. Maar ik vind dat dus zo verschrikkelijk knap. Want Volendam was best goed in vorm. Excelsior was verschrikkelijk in vorm. Dus 4-0 was het allerlaatste wat je verwacht. En ik vind het feit dat Excelsior juist deze week zijn rug recht echt een enorm compliment waard. En mochten ze in de nacompetitie eindigen, geeft dit ook natuurlijk heel veel vertrouwen. Want je weet nu gewoon dat op het moment dat het erom gaat, dat het kan. Dus groot compliment voor Excelsior. En dat kan niet vaak in zo'n seizoen, dus dat wil ik ze wel geven. En ze staan nu 15e. Zomaar veilig. Daarom. Houden RKC onder zich. Ja. Eén moment nog na de wedstrijd. Ongeveer iedereen kreeg geel en rood, maar het ging om twee mensen. Kenzo Goudmijn en een speler van Volendam, van wie mij de naam Karim. Heel even ontschiet. Karim, dankjewel. Ik neuk je moeder. Microfoon staat nog aan. Dat blijft toch een uitspraak. Ben ik de enige die erom moet lachen? Okay, als iemand dat tegen mij zou zeggen? Gijs, iets van duiding zou jij dan tegen ons zeggen. Ja. Kenzo Goudmijn werd er door Karim, een speler van Volendam, van beschuldigd dat hij te veel dribbelde tijdens de wedstrijd. Ja. Die kregen het met elkaar aan de spreekwoordelijke stok. En toen zei Karim tegen Goudmijn, ik neuk je moeder. En toch doet het iets met mensen. Mm. Terwijl het is natuurlijk vooral heel grappig. Want of het is een soort van, je kan het gewoon naast je neerleggen, of je gaat er echt over nadenken en dan dus blijkbaar in je hoofd wel denken, ja shit, het is wel een mogelijkheid. Ja, maar we moeten dus, mensen moeten dus, je moet dus iets bedenken wat je terug kan zeggen. Ik, jouw vader, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dan zit Karim ook, die is ook helemaal in de war dan, toch? Ja, ja. Ja. Of hij zo, nee, ja. Maar ik, of hoe ik kan ook. Je hier niet boven staan? Hoe kan je hier niet boven staan? Je wint 4-0, iemand zegt het tegen je. Maar jongens, je zit toch een beetje in de adrenaline van die wedstrijd? Of niet? Hou op, zeg. Dit lach je toch gewoon weg. Ik en vond je gaat wel lekker die overwinning vieren. Hij moet zo'n 25 man tegengehouden worden. Ik vond het wel heel leuk dat hij het hele gesprek gewoon helemaal teruggaf aan ESPN. Ja, dus dat alle mediatraining ook gewoon uit het raam ging. Ja. Want op zich zijn het ook wel dingen die op het veld behoren te blijven of zo. Ik heb wel het gevoel dat het een soort players code is dat je dit dan niet bij ESPN aan de desk gaat vertellen. Ik vind dat anders met racistische uitingen of met ziekteschelden. Dan vind ik, dan mag dat best publiekelijk, mag je dan aan de schandpaal genageld worden. Maar met zoiets denk ik echt van, gast, ga lekker vieren dat je bijna veilig bent. En bijna veilig. 1 punt boven scheen. Dat je in ieder geval niet meer direct gaat degraderen. Ja dat is waar. Ja. Nou, Excelsior won met 4-0. Ongelooflijk. Ja. Ongelooflijk maar waar. Dus complimenten worden vast wel ontvangen, Snijboom. Ja. Is er al iets bekend over Troy Parrott's toekomst? Hij is geschorst in ieder geval. Ik vind dat echt hij is veel te goed voor Excelsior. Ja, hij was echt een waanzinnig talent in de Spursopleiding. Dat betekent nog steeds dat je supergoed bent, maar wel in principe beter dan Excelsior. Ja, echt. Ja. Tim, het wat kan zeg jij als ik zeg Driewesh? Dan zeg ik gezondheid. ik heb gelezen dat PSV weer niet wil betalen wat ze wilden betalen toen. Dus uiteindelijk wordt het scenario wel gewoon precies wat we hadden voorspeld. Verschrikkelijk. Ja. Nou, en dat ze dus nu, ze hebben Ernest Stewart naar Sparta gestuurd om naar Koki Saito te kijken. Om de druk op Excelsior nog wat op te voeren. Van en als jullie hier niet op happen, dan gaan we gewoon naar de buren. Vind ik heel zielig. En dan halen we daar iemand. En je gaat in de onderhandelingen, verlies je dit als Excelsior van PSV. Ja, dat denk ik ook. Jammer.
Ah, we begonnen zo positief over Excelsior. Nou, praten we toch ja, maar ze kunnen nog steeds wel gewoon een paar... Als ze erin blijven, dan hebben ze ook gelijk gekregen. Want ze wilden hem houden om in de Eredivisie te blijven. Ja. Dus dan is dat goed gekomen. Ja. Ja. Dan neem je genoegen met iets minder geld. Maar doordat je Eredivisie voetbalt, is de cirkel wordt dat gecompenseerd. Ja. Mooi. Dankjewel, mooi jongens. Sluiten met die positieve woorden af, Snijboon. Ja. Althans, Pepijn, dat gaat Gijs nu doen. Dank je moeder. De 30e speelronde zit erop. Nog 4 te gaan. Volgende week zijn we er niet. Althans, niet met een maandagavondaflevering. Want er is nu een bekerfinale. En ons geluidsmannetje gaat naar de bekerfinale, NEC'er. Shout-out naar Rob. En donderdagen zijn we er wel gewoon. Met het Eredivisie Erfgoed 11. Dan gaan we kijken of Tim nog wat spelers kan aanbrengen. Aandragen voor de basis. Kans is klein. Maar goed, op donderdagen kan je wel gewoon luisteren. En anders tot over 2 weken op de maandag. Dankjewel voor het luisteren. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Ja.